Voorafgaande aan de ten hemelopneming van Maria vindt haar ontslaping plaats. En dat wordt al vanaf de 5e eeuw door christenen gevierd. Maria, die of in Jeruzalem of in Efeze ontslapen is, gestorven is. En we zien op het Middelrijns altaar, rond 1410 geschilderd, Maria liggen op haar sterfbed, haar ontslaping. De Grieken noemen het koimesis, in het Latijn dormitio Mariae. Volgens een legende, een overlevering, de apostelen die in allerlei landen aan het verkondigen waren, Jezus is uit de dood verrezen, begonnen de mensen te dopen, de kerk begon te groeien. Volgens de overlevering, op het moment van de ontslaping van Maria, kwamen ze op wonderbaarlijke wijze terug naar Jeruzalem of Efeze, daar waar Maria ging ontslapen. En we zien de apostelen hier dan ook geschaard rond het sterfbed van Maria. Ook met tekenen die in de middeleeuwen gebruikt werden wanneer iemand ging sterven. We zien een brandende kaars. We zien een processiekruis en een van de apostelen en ook daar zijn aan het bidden. Dichtst bij Maria, de apostel Johannes, de leerling die Jezus het meest lief had. En hij houdt in de hand een witte roos, symbool van de zuiverheid van Maria. Als we kijken naar Maria, dan valt op dat ze heel jong is afgebeeld. Ze is hier even oud als bijvoorbeeld op de voorstelling van dit altaar, van de annunciatie, de aankondiging dat ze als jong meisje moeder van Jezus zal worden. Het doet denken aan het Bijbelboek Hooglied, waarin de bruidegom de liefde voor zijn bruid bezingt. Waar gezegd wordt, kom toch mijn liefste, kom toch mijn schoonste, sta op. De ontslaping van Maria en daarop volgend haar ten hemel opneming is haar Pasen.